beste kijkers, dit hier achter mij is Pieter Nel Lieklema aan Nijenholt, een oude Friese adelsnaam. En zij heeft de hardest place to be in Purmerend Weidevenne. Wat is er voor de toko, Pieter Nel? Het is een heel grof casco betonnen pand, 400 vierkante meter. En we hebben de warmte en de sfeer erin gebracht met kunst, vintage spullen, open podium, muziek, piano. Mensen kunnen binnenkomen, kunnen lekker een biertje drinken, een wijntje, een sapje, wat ze willen. Een gesprek met elkaar aangaan, meeplonken met de muziek als ze dat willen. En even rondsnuffelen om te kijken of ze iets leuks zien. Of ze iets moois zien hangen, iets leuks zien staan. Het is iets hips, iets moderns, iets echt van deze tijd. En het gaat ook om delen, geloof ik. Het gaat vooral om delen. Delen in alles wat we belangrijk vinden. Namelijk? Dus delen van kunst, het laten zien van kunst. Het feit dat we oude spullen opnieuw opknappen en weer een andere plek geven. Dus niet wegdonderen. Het delen van muziek, het delen van liefde met elkaar, het delen van gezelligheid, het delen van inspiratie, het delen van, nou, alles, ja, eigenlijk. En niet commercieel? Nee, het is niet commercieel. Wel is het zo. Hoe heet het? De Nelsie's Fine Alley. Nelsie's Fine Alley. Wel is het zo met Nelsie's Fine Alley dat? Dat, wanneer je binnenkomt in het pand en meedoet aan de sfeer, dat betekent, ga aan tafel zitten, neem een wijntje, kijk rond. Alles in het pand is te koop. Dus dat is wel zo. Ja. In die zin is het misschien een beetje commercieel. Het zijn geen exorbitante prijzen, maar alles is te koop. Dus je kunt iets kopen maar wat niet verplicht is. Hip, modern, echt van deze tijd. En beste kijkers, de place to be. Recht tegenover station Purmerend Weidevenne. Helemaal goed. En dat het is maar het. Dat u dat weet. Toi, toi, toi. Zo. So.